Geef harte goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van QN Studio Sport op deze zondag 16 augustus 2015. En het is zojuist zo dat de vakantie voor elke student in Suriname is begonnen. En dat is natuurlijk een bijzonder prettig gevoel. Voor wat betreft het lokaal gedeelte hebben wij vandaag de SBA Finals van de eerste klasse. Daar wordt er gestreden tussen Yellowbirds en de Schakel. En afgelopen woensdag had men game 1. Daar brengen wij u sowieso naar terug. En vandaag zelf is er weer een aanvang gemaakt met de zaalvoetbalcompetitie in de hoofdklasse. Want die was een tijdje natuurlijk stilgezet omdat de Anthony Nesty Sporthal niet beschikbaar was in verband met de inauguratie van onze president Desi Delano Boutersen. Bij mij aan tafel zit vandaag mijn collega Katusha Sanchez. Katusha, van harte goedenavond. Goedenavond, Rashid. En voor het lokaal gedeelte moet u dan nog even blijven zitten, want zoals ons zijn we dan terug daarmee. Tot zo. Welkom terug. Het lokale gedeelte starten wij met de finale in de eerste klasse van de SBA. En die gaat tussen de Schakel en Yellowbirds. Afgelopen woensdagavond had men in de Ismee van Wilgen Sporthal game 1 en we gaan even naar enkele highlights. Een wedstrijd die eigenlijk al heel gauw beslist was, werd dit in het voordeel van de Yellowbirds. Want al heel vroeg namen zij een grote voorsprong op de groene formatie van de Schakel. Na een ruststand van 29-17 won Yellowbird uiteindelijk met 57-50. De Schakel kwam nog wel goed terug van een 17 punten achterstand en reduceerde deze tot 7 punten. Maar verder dan dit kwam de Schakel helaas niet. De grote man bij Yellowbirds met 19 punten was Joel Kaper. En ook Gavin Kenswill met 16 punten en Donaghy Simpson met 13 punten leverde een grote bijdrage voor de Yellowbirds. Terwijl bij de Schakel Ivan Chakot de topscorer was met 13 punten. Nog enkele beelden van deze wedstrijd. Yellowbirds gewoon oppermachtig in deze game 1. En vandaag zelf wordt de game 2 gespeeld in deze wedstrijd. Wint Yellowbird, dan is Yellowbird natuurlijk kampioen in de eerste klasse. Voor deze wedstrijd zijn er ook andere wedstrijden gespeeld. En te weten in de jongens, bij de jongens aspiranten in de halve finale game 2. Wist SCVU van Oase te winnen met 64-39. Farai Stoffels bij SCVU was de grote man met 15 punten. Jonathan Waterval maakte er 18 voor Oase. En de andere wedstrijd die was er een in de halve finale bij de jongens jeugd. Yellowbirds tegen de Arend. En de Arend verloor met 61-59. Nadat ze toch een redelijke comeback zouden maken in deze wedstrijd. Hier was de stand al 45-33 voor Yellowbirds. En de Schakel kon geen enkele kant op. Hier een heel harde fout op de speler Kaper Joel. Maar deze man was moeilijk af te stoppen in deze wedstrijd. Hier nog een mooie basket aan de kant van de Schakel. Dit is een van de ervaren spelers bij de Schakel. Ook nog arbiter als beroep in de hoofdklasse. En nog 2 minuten en 52 seconden was de wedstrijd reeds of zo goed als gespeeld. En zo zag u dus de highlights van deze wedstrijd die afgelopen woensdag gespeeld werd in de Ismee van Wilgen Sporthal. Namens QN Sport tekende Amit Bin de presentie in de hal en hij sprak met de winnende coach Terrence Oosterwolde van Yellowbirds. Terrence, je neemt vandaag 1-0 voorsprong met Yellowbirds tegen de Schakel. Hoe belangrijk is het om game 1 te winnen? Game 1 is altijd belangrijk omdat je dan nog maar 1 wedstrijd verwijderd bent van het kampioenschap. Dus, game 1 is belangrijk, ook omdat het een mentale klap kan zijn voor de tegenpartij. En het is altijd ook moeilijker om vanuit de achterstand te spelen in de serie. Ondanks de overwinning, vind je dat je team goed heeft gespeeld vandaag? Bij vlagen. Aan het begin, zeker de eerste helft, waren ze toch wel vrij goed.
tweede helft hebben ze zich een beetje laten pakken door het haarspel van de tegenstander. De aanval liep ook wat minder. Dus over de tweede helft ben ik niet tevreden. Maar de eerste helft heb ik toch wel goed spel gezien. Wat wordt het in game 2? We komen natuurlijk om te winnen. En we proberen zo snel mogelijk af te maken. Ook omdat we jongens hebben die in de jeugdfinale zitten. Dus we proberen zo snel mogelijk af te maken. Aldus Amit Binda in gesprek met Terrence Oosterwolde, de succesvolle coach in game 1, de coach van Yellowbirds. Nou, de coach aan de verliezende kant, dat is de kant van de schakel, dat is Cedric Bosman. En ook van hem hoorden wij in gesprek met Amit Binda wat er allemaal misging die avond. Bosman, hoe komt het dat de schakel vandaag verliest van Yellowbirds? Ik denk dat het een beetje heeft te maken met concentratiebegin in de verdediging. We hebben te veel makkelijke ballen weggegeven. En dan kom je achter te staan en dan op het eind pas weer inlopen. Als je zelf naar de score hebt gezien. Hè. Ik stond op een gegeven moment met bijna 20 punten achter en ik verlies die wedstrijd nog met minder dan 10 punten. Dus dat wil zeggen dat het, als we een betere start hadden, dat het beide kanten op kon gaan. Je stond de hele wedstrijd bijna op grote achterstand. Maar in de vierde kwartier kom je terug tot 6 punt verschil. Hoe heb je dit niet kunnen volhouden met je team? Kan zijn conditieproblemen. Ik denk eerder dat de conditie onze de partij verspeelt in deze. Maar desondanks was het een niet slechte wedstrijd. Als we die wedstrijd alleen beter waren begonnen, zoals ik heb gezegd, dan was het, kon het beide kanten op gaan. Wat kunnen we verwachten van de schakeling game 2? Nou, sowieso kan ik sluiten aan mijn verdediging, want ja, zo win je wedstrijd. Als je verdiende, kan je makkelijk scoren. En dat was tegen ons vandaag. We hebben niet goed verdiende, dus konden we ook niet in ons spel komen. Aldus Cedric Bosman, de trainer van de schakel, die er, als je naar hem luistert, toch vrij overtuigd van is dat als bepaalde dingen anders worden aangepakt, dat zij in game 2 ook een goede kans maken om deze wedstrijd te gaan winnen. De wedstrijd die momenteel dus wordt gespeeld. Katusha, Terrence Oosterwolde, trainer van Yellowbirds. Yellowbirds in de hoofdklasse, niet in de playoffs, maar in de eerste klasse, toch dicht bij het kampioenschap. Ja, zoals Terrence het aangaf, als je de finals begint en al een voorsprong hebt, je eerste wedstrijd is cruciaal, win je die. Ja. Dan speel je beter en gemotiveerder de tweede wedstrijd. Je gaat dan weten wat je tegenstander op gaat focussen om te corrigeren in game 2. En als Terrence het slim genoeg speelt, dan focust hij zich ook daarop. Plus nog de tekortkomingen die hij ook aanhaalde in het interview met Amit Binda. En dan denk ik wel dat het ook weer voor Yellowbirds een succesvol 2015 zal worden. Want tot nu toe hebben ze het niet slecht gedaan in geen enkele klasse. Denk je dat de Birds straks kampioen worden? Zoals Terrence zegt, je bent één wedstrijd nu eigenlijk verwijderd van het kampioenschap. Ja. Als hij zich met het team mentaal goed voorbereidt en nogmaals gaat werken aan de tekortkomingen, dan zie ik ze wel kampioen worden. Als je alleen maar kijkt naar deze game 1, toen er gefloten werd voor het einde, laat zeggen 10 minuten voor het eind, was er toch wel een reëel puntenverschil. Het was groot. Zeker. Het zijn de afgelopen minuten van de wedstrijd geweest waarbij de schakel een beetje dichterbij kwam. Als ze die voorsprong mochten krijgen in game 2 en het kunnen behouden, dan zie ik Yellowbirds echt wel over glad ijs kampioen worden. Ja, sowieso. Ze gaan dat niet weggeven. Absoluut niet. Nou goed, van basketbal. Gaan wij over naar de Surinaamse Zaalvoetbalbond. En zoals Rachid het zei, NIS is dan weer helemaal vrijgegeven voor de sportactiviteiten. We hebben dan voor u de standenlijst die dus per 16 augustus genoteerd is. En daar kijken we even allemaal naar. Op 1 Kabel Boys met 13 punten. Mengao die gaat op 2 met 12. 3 Stix de Kolibsing Groep met 12. 4 Internationaal met 10. De Lions die staat op 5 met 9. 6 Pentagon met 6. 7 Lengte Boys met 5 punten. En Giants sluit hem af met 2 punten. En dat is natuurlijk allemaal met nog 1 speelronde te gaan in de eerste ronde van de hoofdklasse, zeg maar, voor de playoffs beginnen. Want dit seizoen zijn er bepaalde veranderingen. Er zijn 3 speelronden van 7 wedstrijden. Er zijn 8 ploegen in de competitie namelijk. Die 7e speelronde is vandaag aangevangen. Vandaag hebben gespeeld Giants en Mengao, Stix, Lengte Boys
En momenteel speelt Kabel Boys tegen FC Internationaal. Een ware topper. Maar we gaan even kijken naar het programmaoverzicht van donderdag 20 augustus en zondag 23 augustus. En dan zien wij dat donderdag 20 augustus om 9 uur tegen elkaar uitkomen. FC Internationaal en Mengao. Mengao won de eerste wedstrijd met 3-2 toen nog. We zullen kijken wat het gaat worden deze donderdag. En op zondag 23 augustus heb je om 17:15 Giants tegen Pentagon. Om 18:45 de Lions tegen Lengte Boys. En om 20:00 heb je weer een topper. En dat is de wedstrijd tussen Kabel Boys en Sticks. En in de eerste ronde was Kabel Boys nog de betere dan Sticks. Interessant, hè? Als je zo kijkt naar hoe het seizoen alvast eruit ziet. Rashid, ja. Zaalvoetbal geniet echt heel veel aandacht. Maar je ziet ook de ontwikkeling de afgelopen 5, 6, 7 jaren binnen de bond en ook binnen de verschillende ploegen. Ja, je vraagt je ook af, kijk, er gebeuren positieve dingen in de zaalvoetballerij, maar ook minder leuke dingen. Als je kijkt bijvoorbeeld dat een ploeg als Lincoln, als SCV Linco helemaal verdwijnt. Ja. En een ploeg als Moxie, die is er opeens ook niet meer. Eigenlijk twee vrij grote ploegen in de zaalvoetballerij. Zeker weten. Ik denk dat menig aanhanger van Linco bijvoorbeeld vreselijke mooie momenten heeft gekend als zij zo in grote getallen naar NIS gingen om bijvoorbeeld de ploeg een warm hart toe te dragen tijdens wedstrijden. Ik kan me heugen dat er volle Anthony Nesty hal was. En ineens van het ene moment op het andere moment dan niet meer. Dat treurt je, dat maakt je verdrietig. Wil niet zeggen dat het achteruit gaat met die tak van sport. Ja. Maar misschien binnen die vereniging ging het niet meer, het liep niet meer. Maar om erop terug te komen, Rashid, zaalvoetbal is en blijft een trekpleister. Absoluut, zeker weten. Nou goed, we hebben het gehad voor wat het lokaal gedeelte betreft. U blijft natuurlijk erbij. We doen natuurlijk de commercials die bij dit programma gepaard gaan. De boodschap van de sponsor is altijd belangrijk. Goed, Katusha, dan rest het mij nog je te danken voor je participatie in het programma. Heel hartelijk dank, Rashid, jij ook ervoor en natuurlijk de mensen thuis. Heel hartelijk dank. Kijkers en luisteraars, dit was het dan voor deze aflevering van QN Studio Sport. Volgende week zijn we met een gloednieuwe aflevering. Mocht u dit programma gemist hebben, dan kunt u altijd nog door de week de herhaling volgen op SCCN kanaal 17.1. En vergeet u niet de website van QN te volgen, www.qn-sports.com voor de laatste update. Goedenavond.